Thomas, gefeliciteerd. Zo wil je de play-offs al starten, denk ik. De finale van de play-offs. Ja, zeker. We wisten dat AZ een lastige tegenstander was. We hebben wel volgens mij 10 of 11 meer punten gehaald dan ons vorig seizoen. Dus ja, we wisten dat het heel lastig wordt. En ja, thuis 2-1 winnen. Misschien hadden we wat meer gewild, maar ja, ik denk dat we wel tevreden moeten zijn met hoe het afloopt, ook omdat we zo laat scoren. Dus ja, wel tevreden. Ja, wat was het voor wedstrijd? Ja, het was wel een lastige wedstrijd. We wisten dat AZ een lastig bespeelbare team is. Ook hebben wij dat hier thuis in de competitie gezien. Toen gingen ze ons echt spiegelen met 5-3-2 en toen was het eigenlijk echt een, ja, dom gezegd, klote wedstrijd. Maar ja, nu hebben we toch wel, denk ik, ook met iets andere tactieken hebben we toch wel ze kunnen bestrijden. En ja, ik denk dat een 2-1 overwinning heel belangrijk is. Nou, jullie kwamen wel overtuigend uit de startblokken wel. Uiteindelijk valt dan ook na ongeveer 20 minuten dat doelpunt, een fraai goaltje. Ja, maar had ik ook wel even nodig. Prima bal van Openda en gelukkig viel die erin. Had ik echt, ja, had ik wel even nodig. En nu kunnen we zondag tegenaan. En ja, ik ben wel blij om weer net voor het einde van het seizoen nog belangrijk te zijn. Dat geeft me weer een goed gevoel voor volgend seizoen. Dus ja, ik ben een blij man op dit moment en ik hoop zondag helemaal. Ja, je zegt, had ik wel even nodig. Ja, is dat dan ook wel iets mentaals? Dat, Ja, nee, dit seizoen word ik vaak op andere posities gebruikt. En ja, nu sta ik de laatste paar wedstrijden in de spits, wat echt mijn positie is. En ja, ik ben blij dat ik dan weer dat gevoel heb van dat ik het toch nog kan in de spits en dat dat wel echt mijn positie is. Natuurlijk, trainen gebruikt me ook veel op 10 en op rechts of links. Dus ja, als ik speel dan ben ik altijd tevreden, maar dan kom je toch wat meer, ja, minder in scorende posities. Dan moet dat geen excuus zijn, maar ik ben blij dat ik er weer in de spits speel en ja, dat ik het niet verleerd ben, zeg maar. Die tweede helft, dan ja, worden zij toch ook wel wat dominanter, zeker in die beginfase van die tweede helft. Ja. Wat gebeurt er dan? Ja, nee, hun moeten natuurlijk, omdat we 1-0 voor staan. Dus ja, dan krijg je zo'n niet fijn doelpunt tegen, dat hij een paar keer van richting wordt veranderd. Dus ja, dan zat ik wel even in zak en as, moet ik zeggen, twee minuten. Maar ja, daarna moet je door en met de kwaliteiten van Louis hebben we toch nog 2-1 over de streep getrokken. En ik denk dat we dat wel moeten koesteren en zondag echt voor gaan en het beste ervoor maken en hopelijk echt door. Je maakt dan inderdaad die 2-1. Ook met behoorlijk wat jonge jongens in het veld. Ja. Jij bent zelf natuurlijk niet meer een van de jonge jongens, maar je weet hoe dat is. Heel veel jonge jongens. Ja. Miliano, Gian en Daan. En, ja, dus het is heel mooi dat de jeugd doorstroomt. En ik denk dat ze het ook goed gedaan hebben. Dat is ook heel belangrijk, denk ik. Maar ik vind het hartstikke leuk dat er zoveel jonge jongens bij komen. Want ja, ik weet zelf hoe het is om als jonge jongen bij te komen. En, ja, dat is toch heel speciaal. En vooral als je dan in zo'n belangrijke wedstrijd goed invalt, is ook leuk voor de jongens. Ja. 2-1. Maar ja, dat is natuurlijk een mooie uitgangspositie. Maar je weet als geen ander, dat hebben we tegen Utrecht gezien, ja, dat echt nog helemaal niks zegt. Nee, klopt. 2-1 is een mooie uitgangspositie. Alleen, ja, je hebt gezien in de laatste wedstrijden dat degene die achter stond in het tweede gedeelte ook eraf ging. Zoals Utrecht en Herenveen. Dus ja, we moeten laten zien dat, dat ons dat niet gaat gebeuren. En ik denk dat het mooie is dat het wel gebeurd is in de halve finale van de play-offs. Dat we wel kunnen zien dat we echt scherp moeten zijn en dat we niet kunnen denken van we doen dit wel even omdat we 1 goal voor staan. Dus we gaan daarheen en willen daar zeker winnen. Dus, kunnen jullie nog 1 keer opladen voor die 55e wedstrijd van dit seizoen? Het zal heel apart zijn als wij vandaag wel ons kunnen opladen voor die laatste niet. Maar ja, ik ben heel tevreden als we ons wel kunnen opladen en dat gaan we zeker lukken. Dus dat komt goed. Dankjewel.